Oh jongens, oh jongens. Geloof me als ik zeg dat dit een video is waar ik echt op had gehoopt dat ik hem kon maken. Ik had het niet meer verwacht dat ik hem kon maken, maar ik hoopte het wel. Echt, pak een beetje popcorn, want deze video wordt echt oprecht fantastisch. Dat kan ik je beloven. Pas geleden heb ik een vlog in Utrecht gefilmd. Ik weet niet of sommigen van jullie dat nog wisten. Ik vond het een hele leuke video. Eigenlijk zelfs een van mijn leukste video's om op te nemen en te editen en terug te kijken. Alleen één ding van die video wat ik echt best wel irritant vond, was dit stukje. Voor gratis eten stond er op een bord. Win free food. Als we een 3-minuut video kijken. I think it's been fun. We're already in discussion for 10 minutes. De Mongolische vegans die er stonden. Voordat deze video begint wil ik wel even zeggen dat ik heb echt oprecht niks tegen vegans. Als in deadass niks. Boeit me geen reet. Doe je ding. Als jij denkt dat je de wereld ermee beter maakt, eet dan geen vlees. Het boeit geen reet, weet je. Maar deze mensen irriteerden me zwaar. Maar wat deze mensen deden, was ze hadden een bordje met kijk een filmpje van 3 minuten en win iets te eten. Nou, dan denk je top. Leuk, doe ik even aan mee. Dat was het dus niet. Het was een filmpje van de eerste, wat was het, 5, 6, 7 minuten of zo. Daarna werd er gevraagd van, hey, wil je even met ons een paar vragen beantwoorden? Nou, prima. Nou, het waren niet eens vragen. Het werd gewoon puur gezegd van, hey, jij doodt dieren. Jij zorgt ervoor dat dieren doodgaan. Je bent een vies veld. Dievenjog. Ondertussen, dat filmpje was gewoon een filmpje waarin een koe werd geslacht. Niet het leukste om naar te kijken, maar prima, weet je. Allemaal prima, een beetje vaag, maar prima. Maar wat mij vooral stoorde, en dat zag je ook in mijn vlog, was dat ze dat ook bij kinderen deden. It's a good cause, but I do have to say, I don't know if this should be shown to children like 12 years old. Like, yeah, actually 12, 13 is our limit, actually, yeah. Yeah, I don't know if these are pro 13. Is het niet een beetje moraal incorrect om dit bij fucking kinderen te doen? En hij is van, nee. Like if you think it shouldn't be shown to children, then probably we shouldn't be doing it also, right? Even later komen we weer voorbij en dan zie je trouwens dat ze weer met fucking kinderen zitten. Oh god. En toch staan er kinderen. Exposed ervan. Er staan kinderen. Er staan gewoon kinderen weer. Er staan gewoon kinderen. Kan niet. Die gore teringlijst hebben niet geluisterd. Er staan gewoon kinderen. Nu weten jullie een beetje het verhaal. Deze man heeft het natuurlijk opgenomen en ik had nooit verwacht dat deze man zijn opname online zou doen. Omdat hij er zelf best wel slecht uitziet in die opname. Hij heeft het video gewoon online getiefd. Het staat hier. Vegan Power Lab. Not my fault. Man rejects responsibility for abuse. Yeah, now it's alive as well. Okay. Ik vind het ook mooi dat deze man van ergens in de vet nu gewoon een boner heeft en dit op zijn kanaal heeft gepost. Van hahaha, leuk. Maar ik heb hem te pakken. Vegan Power Lab. Yeah, let's go. Terwijl daar komt dus gewoon een jongetje van 17 is. Zo van, oké, je hebt een W op een jongetje van 17. En wat is nu je doel? Ben je nu blij? Hij zet ook man neer. Zo het lijkt alsof hij zeg maar een volwassene is. Maar Tarek, we houden van je. Maar je bent nog niet eens volwassen. Dus wat is het voor win voor deze man? I hold a sign that says I'm doing a social experiment. And people come and approach me. Then I have interviews with them about oppression, consent and other topics. In the end, we try to get to what is holding them back from not paying for needless animal exploitation, abuse and slaughter. Complete bullshit. Je ziet letterlijk dat het bord hier staat. I hold a sign that says I'm doing a social experiment. Mensen approachen hem niet. Hij heeft een heel clubje, zoals deze twee die er staan. En nog drie anderen die elk andere persoon in Utrecht Centraal approachen. Van, hey, kijk even dit filmpje voor lekker een snackie. Het is gewoon een klein filmpje. En daarna zegt hij inderdaad heel top van, hey, wil je even met mij interview doen over wat er gebeurt? Nou, dat klopt inderdaad. Dat doet hij inderdaad. Maar hij zegt niet dat het gewoon een heel debat gaat worden. Niemand is voorbereid op een heel fucking debat uit het niets. Waar je eigenlijk helemaal zwart wordt gemaakt over dat jij vlees eet. Hoe de fuck kan je dat raden? Als je gewoon denkt, hey, leuk, 3 minuten filmpje. Ik doe even VR headset op en ik krijg daarna een snackie. Echt te debiel voor woorden. En dan dat hij het zo probeert te verwoorden ook, zoals het hier staat. Klopt geen kut van. Maar oké, laten we de video gaan kijken. I'm not the one putting them into slaughterhouses, but I didn't pay him to shoot them in the slaughterhouse. I don't think then in the slaughterhouse there's like a cow that's specifically murdered for me. I said it like 10 times. They're not specifically murdered for me. Kijk, ik was hier natuurlijk met Knoflook Gang, onze lieve Tarek. I'm not the one putting them in the slaughterhouses. Kijk, nu is het vier een argument van hem natuurlijk van nee, maar je werkt er wel aan mee. En ja, dat kan je zo op die manier zien, dat snap ik ook wel. En misschien was het niet het beste argument van Tarek om tegen een vegantje te gooien die helemaal gelooft in zijn eigen wereld. En niet denkt aan dat er andere mensen in de wereld zijn die eigenlijk geen fuck geven om die shit. Dat terzijde, hij is niet degene die ze in het slachthuis stieft hoor. Hij is niet degene die nekjes omdraait. So, what did you just see in there?
Hey, dat ben ik! Wow! Hey, wat een knappe jongen, wat geweldig dit! I saw a cow get murdered. Oké. Okay. Fair. Why was she murdered? Because they want to eat the meat. Oké. Oké, okay, and how did that make you feel? Yeah, it seems horrible. It's horrible. It's horrible. Kijk, hier begon het nog gewoon een beetje normaal, weet je. Gewoon van, hey, wat zag je? Wat vond je ervan? Klaar. Dan denk je van, oké, okay, dan vraag ik de laatste vraag, weet je wel. Zou jij hierna nog vlees eten? Nou, denk het wel. Nou, oké. Okay. Bedankt in ieder geval voor het helpen met het experiment. Zo had het kunnen gaan. Maar nee, zo ging het niet. What specifically made you feel horrible about it? Because the cow has a life as well. Yeah. The cow has a life as well. Oké. Okay. The cow has a life as well, man. Ik geef hem groot gelijk. Because the cow has a life as well. Oké. Okay. Do you think cows deserve to live and be free? Yeah, I think so. Okay. So what do you think you can do about it? To not, since seen as you find this horrible, what do you think you can do about it? Personally, I cannot do anything about it. I don't work at a slaughterhouse. Kijk, dit was natuurlijk eigenlijk een dom argumentje van Tariq. Want Tariq zit van, ja, ik kan er niks aan doen, want ik ga niet naar het slachthuis. Hij had een antwoord kunnen geven zoals, misschien minder vlees eten. Maar persoonlijk zal ik dat denk ik niet doen. Maar ik snap hem wel, want kijk hoe awkward hij erbij staat. Wat verwacht je? Je denkt leuk interviewtje, leuk snackie en je krijgt dit. Ja, wat moet je zeggen? But do you understand you're involved in the matter? Not really, but I kind of understand. Do you understand that you're responsible for what's happening there? Ik denk dat hij gewoon zo snel mogelijk hiervan afval. Hij zegt gewoon, ja, niet echt, maar ik snap een soort van, is u klaar? Weet je wel, je ziet al dat hij oncomfortabel is. But when you buy meat, you give money to these industries. You give money to do this to animals. And what is meat, by the way? Meat is meat from a cow or... Yeah, it's the muscle of an animal, right? It's the muscle of an animal. It's or an organs. Yeah, well, it's the muscle usually, but like... Meneer, je hebt gelijk over dat het spieren zijn, maar ook organen, inclusief organen, lever of nieren, toch wel inclusief. Do you know what sentience is? What? Sentience. No. So sentience is the capability to have a subjective experience. It means to have it's synonymous with consciousness, right? It means that all these animals, they experience the world around them, they have emotions, they feel pain, all of this, right? Ik vind het ook leuk dat hij gewoon echt alles probeert uit te leggen aan Tariq. Tariq had er gewoon geen zin in, dus hij zegt gewoon overal, ik weet het niet, het boeit me niet, ik snap het niet. En hij blijft ook maar uitleggen. Nu zit hij uit te leggen wat bewustzijn is. Omdat dieren ook een bewustzijn hebben. Ja, tuurlijk hebben dieren ook een bewustzijn. Maar weet je wie ook een bewustzijn hebben? Bijen. En weet je hoeveel dieren er doodgaan aan het maken van kaulo tofu? En weet je wat nog gevaarlijker voor en het milieu en ons als mensen en dieren is? Als we geen bijen meer hebben! Voor jouw morale kompas is geen dierlijke producten gebruiken goed. Jij ziet dat als een groot probleem. En het is ook een groot probleem. Maar... het argument van vleeseters is, voor hun morale kompas, hoef ik geen miljarden bijen te moorden voor mijn stukje vlees. En ik snap het, want als de roles gereversed waren, wij in het slachthuis zouden liggen in plaats van een koe. En de koe hier een filmpje zou maken op YouTube waarin hij zegt van, hey, fuck jou met je vegan koppie. Fuck die mensen, ik wil gewoon mijn stukje vlees. Dan is het natuurlijk ook niet leuk. En je kan altijd jouw geloof naar buiten gooien als jij dit gelooft dat... vegan zijn een oplossing is, dan moet je dat lekker zeggen. Maar duw het niet door iedereen's kaulo-strot. Je lijkt wel een Jehovah-getuige, bro. Kaulo-irritant. Maak een Facebook-pagina waarop je het post. En als ik het interessant vind, check ik het wel. Geef me een briefje voor je Facebook-pagina. Top. Maar ga niet een half uur mij proberen om te lullen. Want daardoor ga ik alleen maar verder van jouw ideologie afstappen. Do you think it's okay to slaughter them for something that is essentially optional to us, given that they feel and they... They experience the world much like we do? Nou, ik denk niet helemaal dat het optioneel is. Tot een bepaalde hoogte is vlees eten optioneel. Maar als wij nu in de hele wereld gewoon van de een op de andere dag zeggen... hey, geen vlees meer eten... dan zal er zo'n groot stuk van de wereldvoedselsupply weggaan... dat er heel veel mensen gaan uithongeren. Dus het is niet geheel optioneel. We kunnen niet van de een op de andere dag zeggen... we gaan nu met z'n allen geen vlees meer eten. Dat is niet te doen. Oké, maar misschien bedoelt meneer Vierman niet... dat je binnen een dag gelijk met de hele wereld moet overstappen, Leslie. Dat is inderdaad niet te doen. Maar misschien bedoelt hij gewoon langzaam overstappen... naar geen dierlijke producten meer. En dat is...
is misschien wel een goed idee, behalve dan dat, zeg maar, de rijken van de wereld, die zouden dat uiteindelijk wel kunnen doen in een periode van 50 jaar. Dan zouden we heel veel banen verliezen natuurlijk en we zouden in een globale recessie komen, maar dat terzijde. Na 50 jaar zou het uiteindelijk wel goed moeten komen voor de rijken in de wereld, maar alle armen in de wereld, die hebben helaas niet de keuzes. Die kunnen niet altijd kiezen, hey, ik ga hier lekker planten. Bijvoorbeeld heel veel plekken in Afrika kan je niet per se goede groentes en fruit planten. Kijk naar Australië, denk je dat je daar heel veel goede plekken hebt om groente en fruit te planten? Nee, dat heb je niet. Dus daar heb je eigenlijk gewoon even, krijg ze een dikke middelvinger en dan moeten ze maar heel duur groene producten gaan inkopen bij andere landen of zo. Ja, dat is helemaal leuk. Ik vind het een leuke idee. Zelfs zou de hele wereld het ermee eens zijn dat we moeten stoppen met vlees eten, je kan het niet van de ene op de andere dag doen. Rustig met z'n allen naar afbouwen. So, but you don't have to participate in it, do you? What? Like, slavery was at some point normalized. It didn't mean that you would have a slave, right? Nobody's forcing you to participate in any of these interviews. I know, but it still is a choice. Ik vind het ook zo knap hoe die dit gaat vergelijken met slavernij. Als in ja, nogmaals, als je van het dierenperspectief kijkt, kan je het vergelijken met slavernij. Alleen is het ding dat we slaven niet nodig hadden om te kunnen blijven leven. En dieren eigenlijk wel. Ik heb voedsel nodig om te blijven leven. Ik heb geen slaaf nodig om te blijven leven. And do you think it was fair when it was a choice? No. So do you think this is fair? Tariq doet zijn best. Hij is gewoon niet goed in debatteren. Kijk hem daar zo schattig staan dan. Hij wou gewoon zijn Oreo, waarvan hij niet eens wist dat het een Oreo was. Hij dacht waarschijnlijk dat het een grotere snack was. En daar staat hij te lullen tegen deze koekwaus. But what if I want to eat your flesh? Should I be allowed to eat your flesh? That's cannibalism. It doesn't matter. I can give it a name also, right? It's called carnism. When you eat somebody else's flesh, it's called carnism. Dit is Tariq. En Tariq heeft vandaag meer woordjes geleerd dan die op de basisschool heeft gedaan. Kijk, dan zie je het trouwens weer hoor. Het Carlo bordje. Dat is niet een sign met I'm doing a social experiment. I hold a sign that says I'm doing a social experiment. Dat is, dit ziet eruit als iets heel anders. Trouwens even een dingetje, hè. Dit is natuurlijk een hele leuke video. Allemaal prima, bla 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 bla. Aan het einde geeft hij ons een Oreo. Did I get the free food? Yeah. Weet u wat er in Oreo zit? Ingrediënten. Taro bloem, suikerolie, palmolie, zaadolie, mager cacaopoeder, kloof, rijstmiddelen. Nou, allemaal leuke dingen. Kan melk bevatten? Kijk, er staat natuurlijk kan, maar ik tel het toch wel een beetje mee. Dat is een dierlijk product. Dat is niet helemaal vegan van je. En dan geef je dit weg aan het einde van je dingetje. Dan zou je toch gewoon een leuk vegan koekje opzoeken. Iets waarvan je zeker weet dat er geen melk in zit. Want nu draag jij bij aan het probleem. Is it my fault when someone gets shot? Because if you pay that person to shoot them, yeah, it's your fault. But I didn't pay him to shoot them in the slaughterhouse. You did pay. Well, how do you think meat comes? Ja, sorry Tariq, maar ja, kinder wel. Als in, je betaalt voor het vlees, dus ik snap zijn logica, je betaalt voor het vlees. En het geld wat je aan het vlees geeft, dat komt uiteindelijk natuurlijk bij de slachters ergens terecht. Via eerst supermarkt, dan leveranciers, dan uiteindelijk bla 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 bla. Geld gaat een rondje en uiteindelijk hebben de slachters het geld. Dus ergens klopt het wel wat hij zegt. Maar als Tariq zijn stukje vlees gewoon wilt, laat Tariq zijn stukje vlees dan lekker kopen. Je wilt toch niet de hele dag op een McPlant gaan lopen kauwen? Moet ik wel zeggen, die Veggie McChickens zijn best wel lekker. Maar de McPlant, jongens, dat is niet te vreten. Down the chain, they get money from you. No, that's not true, because the supermarket don't really... I think it's been fun. But the supermarket don't... We're in discussion for 10 minutes. Hier was ik er klaar mee. Ik probeer het gesprek af te kappen. Ik zit echt wel een kerel. We zijn 10 minuten verder, ouwe. Quitting it, why not give it up? I'm honestly, like, it's all about the animals at the end of the day, you know? Like, is it just made with cow milk? No, it's not. It's plant-based. Is this made with cow milk? No, it's not. Kan melk bevatten! Ergens weet ik gelijk, want het is niet van koeienmelk gemaakt, maar als je nou echt de vegan route wil gaan, dan zoek je dit toch wel even op, jongen. It's a good cause, but I do have to say, I don't know if this should be shown to children like 12 years old, like... Yeah, yeah, actually 12, 13 is our limit, actually, yeah. Yeah. I don't know if these are pro 13. Hier hoor je mij dus inderdaad ook al zeggen van, hey, ik snap je, want weet je... Ik zit nu op om te kakken natuurlijk, maar zoals ik in deze video ook al een paar keer zei, ik snap dat hij het goed bedoelt, alleen hij duwt door je strot als een fucking mogol en daardoor haten mensen vegans en het hele idee erachter. Weet je wat ik ook leuk vind? Activism kritiek. Opeens ben ik een activist. Ik ben geen activist, vriend. Ik ben gewoon iemand die zegt, laat dit niet aan kinderen van 12 zien. Die kinderen van 12 zijn niet degene die het vlees kopen, maar de ouders. Zelfs al vind ik dit hele gedoe debiel, dan alsnog zou je het niet aan kinderen van 12 moeten laten zien. Wat is je verwachting nu? Dat hun thuiskomen,
En dan zeggen, mama, ik wil niet meer dat jij vlees voor mij koopt. Ze snappen het niet eens. Die kinderen kijken dat ding en die denken van, wat de kankervak heb ik net gezien en krijgen een nachtmerrie. I don't know, like we asked them, so that's okay, but like, what up? Hij zegt, we vragen het. Ik zeg, ik heb niet het idee dat hun pro-13 zijn. En het zie dus allemaal kinderen die sowieso niet ouder dan fucking 10 zijn. En zo, dat is oké. En dan probeert hij eroverheen te praten. In de 10 minuten dat jij Tarek zit af te kaffen, heb ik me al bedacht van, oké, ik ga zo meteen waarschijnlijk even tegen deze guy een hartig woordje moeten spreken. Dus niet zoals Tarek, onvoorbereid in een discussie komen, kwam ik daadwerkelijk voorbereid in een discussie. En hij wist niet meer wat hij moest zeggen. Ik vind het daarom ook heel knap dat hij dit online heeft gehouden. Daar moet ik als enige hem een compliment voor geven. Dat hij mijn shit niet heeft geknipt. Dat hij dacht van, oh, ja, dit moet ik erin laten. Like, if you think it shouldn't be shown to children, then probably we shouldn't be doing it also, right? Yeah, but it's a different story of showing it and not doing it. Like, you don't show children people getting raped because it shouldn't happen. But it still happens. Fair. Als jij echt zwaar gelooft dat koeien niet vermoord moeten worden, goed voor je. Maar ik geloof ook zwaar dat mensen niet verkracht moeten worden. Maar ik ga ook niet op Utrecht Centraal staan met een bordje. Hey, win gratis voedsel als je een 3-minuut filmpje kijkt. En vervolgens kinderen van 10 jaar filmpjes laten zien van mensen die verkracht worden. En zijn argument is, nou, als kinderen het niet mogen zien, dan moeten we het ook niet doen. But if, if the children were to be raping, maybe you should be showing them that people being raped, right? Nee, nog steeds niet, want er zijn kinderen die andere kinderen rapen. Het gebeurt gelukkig niet zo vaak als dat de mens het vlees eet, tuurlijk. Maar het gebeurt wel, weet je dat? Betekent dat dat we nu alle kinderen in de wereld maar moeten laten zien hoe een verkrachting eruit ziet? Yeah, but the children aren't buying the meat. Yeah. So, that's what I'm saying. It's okay. Like, it's a good cause, but that's the only thing I would say. Don't show it to children, because that's a little bit fucked up. I really didn't want to get into an argument with him. It's a bit silly. Nee, je weet gewoon niet wat je erop moet antwoorden. Inderdaad, wat ik ook eerder zeg, kinderen kopen het vlees niet. De kinderen hun geld gaan niet in het rondje, maar die van de ouders. Dus waarom de fuck laat je het zien naar kinderen? En het is mooi, want hij kan 10 minuten tegen Tarek praten, omdat Tarek niet echt weet wat hij moet zeggen. En hij probeert er maar zijn ideologie op hem door te slaan. Maar hij kan nog niet eens een minuut met mij praten, omdat hij gelijk al vastloopt. Nu wil ik niet zeggen dat ik een god ben, maar dat ben ik eigenlijk wel. Maar het is toch wel ergens best wel triest. Op het moment dat jij niet kan beargumenteren, kan je ook niet mij gelijk geven. Maar jij moet wel je gelijk bij een ander kunnen halen. En de joke is nog dat je niet eens zegt dat het iets slecht doet. Sterker nog, je zegt dat het iets goed bedoelt. Alleen het enige wat je zegt is dat het met kinderen moet je niet doen. En zelfs dat kan niet zeggen, ja oké, misschien moet je dat niet doen bij kinderen. Ja, is het te veel zo van, ik moet me gelijk houden. Ik kan niet toegeven. Beetje kinderachtig is het niet. Meneer Vegan Powerlab, ik hoop dat jij deze video ziet. En als je deze video ziet, hoop ik ook dat je er een reactie op kan maken. Waarom zou dit aan kinderen moeten laten gezien worden? Waarom zijn de kinderen verantwoordelijk? En waarom is mijn argument a bit silly? Ik vind het ook een beetje goofy van je. Oh, en als laatste, waarom geef je Oreo's weg? Het kan melk bevatten, vriend! That's okay, we can maybe deal with that. Give a warning, because win free food for watching a 3-minute video. Yeah. Sounds great. But I still would have watched it, but yeah, but if I, yeah, I don't know, there's not anything of a warning, you know, it can be like gory. And now attacking the method of activism, not the message. Ja, tuurlijk vallen we dat aan, want zelfs in die videobeschrijving doe je alsof je iets compleet anders doet. I'm doing a social experiment. Dat doe je niet. Je probeert kinderen naar je filmpje te lokken door te zeggen dat ze fucking voedsel kunnen winnen. Natuurlijk gaan kinderen er naartoe. En natuurlijk vallen we je methode van activisme aan. En je weet ook niet wat je kan zeggen. Tegen Tarek heb je verhalen te vertellen, uitleggen. Je legt uit wat bewustzijn is. Je hebt heel Wikipedia aan je kop zitten. En de seconde dat wij zeggen van, nou ja, misschien moet je het niet aan kinderen laten zien. En eigenlijk als je het aan kinderen laat zien, in ieder geval waarschuwen van wat ze gaan zien, dan heeft hij geen woord te zeggen erop. Want dan is het een beetje van, kut, ja. Hier heb ik niet over nagedacht. Yeah, I understand, yeah. Yeah, it's surprising to some. And so people are already vegetarian because they know this. But this is also for vegetarians. They still have to see it. It's gonna be fucked up for them as well. But this is also for vegetarians, by the way. This is what you saw in the footage is dairy industry. It's not meat industry, right? It was for milk. It was for cheese. Het was voor melk, het was voor kaas. Kan melk bevatten? Ik blijf het zeggen, kan melk bevatten, vriend. Okay. Yeah. Anyways, thank you for your time. Yeah, okay. Please look into it and let's not exploit animals. Vegan Power Lab. Vegan Power Lab? Yeah. En het mooiste hiervan vind ik nog dat hij het hierna gewoon alsnog aan nog meer kinderen liet zien. En we wonen, en toch staan er kinderen, de exposure van. Er staan kinderen. Er staan gewoon kinderen weer. Er staan gewoon kinderen.
Kan niet. Die gore teringlijst hebben we niet geluisterd. Het zijn gewoon kinderen. En je gaat me niet zeggen dat deze kinderen 13 plus zijn. Je hebt het niet gecheckt. Je hebt die leeftijd echt niet gecheckt. Heb je ze om hun idee gevraagd? Denk het niet. Sterker nog, ik denk dat 9 van de 10 van die kinderen geen eens een idee bij hun hebben. Dus ze zouden niet eens kunnen checken. Ja, nou, ik vind het allemaal weer heel bijzonder en heel knap. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dit was een lange video. Dit was holy shit. Leslie die weer ruzie maakt bij YouTubers, jongens. Wat? Internationaal. We gaan internationaal. Wat hebben we nu gehad? We hebben ruzie met Nederlandse YouTubers gehad. We hebben ruzie gehad met Nederlandse streamers. We hebben ruzie gehad met Nederlandse TikTokkers. We hebben ruzie gehad met Nederlandse instanties. Shoutoutinfluencerregels.com. En we hebben nu ook gewoon ruzie met internationale vegan YouTubers. Nou, mijn dag kan niet meer stuk, joh. Dit is echt holy shit. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo was, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet deze video niet te delen met je favoriete vegan girlfriend. Ben jij nu toevallig ook vegan of vegetarisch? En heb jij hier ook een mening over? Comment dat dan zeker. Ik hoor graag jullie argumenten en ik zou graag mijn argumenten met jullie willen delen. Want ondanks dit alles moet ik wel zeggen dat deze man heel erg respectvol was. Hij liet mij uitpraten, ik liet hem uitpraten. We hebben wel gewoon een normaal gesprek gehad. Het is niet alsof hij zo zat van, hey, hou je bek, mogol, en ga weg. Want ik kwam er wel even doorheen banjeren als een idioot natuurlijk. We kunnen er gewoon met z'n allen normaal over praten. En we kunnen allemaal een mening hebben. Maar je hoeft jouw mening niet door iedereen strot te douwen. Discussieer met de mensen die de discussie interessant vinden. Laat de mensen die er niks mee te maken willen hebben lekker met rust. In ieder geval, ik hou van jullie en tot de volgende video. Later. But if the children were to be raping, maybe you should be showing them the people being raped, right? I don't know.